Dag 13 van de hoge energieën. Ook gewoon als je alleen al een kijk neemt op de site waar je de Schumann-resonantie kan zien. Er komt echt data dat de energieën komen nu echt op ons af. Echt de halo die om de zon heen zat. Ik zie nu ook, gisteren, ik zie nu de zon ook schijnen. Ik zie de zon nog niet. Ik ben nu eigenlijk ook gewoon nieuwsgierig hoe de zon er dan uitziet. De halo om de maan die ik ook echt gezien heb, verwacht dus. Morgen, volle maan. En het is een super volle maan. Dat gaat echt... Ja, het gaat de helft zijn, zeg maar. Het gaat de balans, dan is het de 14 dagen. Tenminste 28, 30. Een maand lang komen die energieën. Ja, deze maand, vooral die 2 weken in het midden, draait alles om ons heen gewoon het snelst. De kanteling, het bezig, de zon die steeds meer naar het noorden gaat. Die verschuiving, dat gaat steeds sneller. Dus daarin zijn de energieën, die gaan ook gewoon veel sneller en zijn veel hoger. Het licht, die kleuren wat naar aarde toe komt, dat is in deze periode echt heel anders ofzo. Vooral deze dagen, wanneer de zon eigenlijk net onder is, maar je nog de naschemering hebt. Gewoon dat paarse licht, die magneten wat er vanaf komt. Als je dat gewoon op je kan nemen. Misschien kan niet iedereen het zien hoor. Als je in je 12 chakras zit, dan heb je gewoon... dan zit je ook wel in die 12e dimensies, of in ieder geval in die Hulu 2... Ben je toch echt wel met je geest in je ziel dus wel een avatar aan het creëren. Als die avatar in jou zit, kan je gewoon meer waarnemen als alleen, alleen je ogen gebruiken om iets te zien. Maar gebruik je al je zintuigen, waardoor het soort van verscherpt is. Voor mensen die niet goed kunnen zien en een bril opdoen, die zien goed weer. Mensen die goed zien en... De vibraties tot zich kunnen nemen, de frequentie kunnen ontvangen, ermee kunnen resoneren in het lichaam. Die komen uiteindelijk gewoon bij hun 12 chakra's en dan ga je gewoon heel anders waarnemen. De 13, de 14 en de 15, daar waar de zon en de maan opschijnt, zeg maar. En bij iedereen is de frequentie hoger aan het gaan. Dus bij iedereen zijn de auravelden en dimensies die om hen heen zitten... Die zijn veel groter, voetbalvelden. Als de zon daarop schijnt, dan zie je niet een klein zonnetje, maar dan is het echt zo'n blur. Terwijl ze dan een wolkje voorbij komt, ja, wat dus tussen het licht en jouw auravelden het blokkeert, zeg maar. Als je dan de zon ziet, zie je gewoon weer dat het een klein dingetje is. En dat is gewoon omdat het op jouw velden terechtkomt en daardoor groter wordt. Zodra jij gaat waarnemen dat het licht niet hier komt ook, maar dat gewoon al velden aanraken. Zodra je die energie kan nemen via jouw casual chakra. Als dat jouw geest, jouw energetisch lichaam met jouw casual chakra verbonden is, dan komt dat licht, dat geluid, gewoon de energie en de data, dat komt gewoon rechtstreeks via jouw pijnhoekland binnen. Die lagen die om jou heen zitten, ik ga het verkeerd zeggen, maar zo'n Maruska popje. Het gewoon die poppen die in elkaar zitten. Nou, jij bent die binnenste en de buitenste. En al die lagen daartussen heb je eigen gemaakt, maar dat ben jij niet. Zodra jij die lagen kan herkennen dat jij het niet bent en wat het is en dat het slechts een tool is, dan kunnen jouw binnenste en jouw buitenste
die gaan elkaar aanraken. En dat noem ik dan jouw geest, die raakt je ziel aan. Daarom moet je echt oefenen om jouw geest naar je ziel toe te brengen. Dus echt proberen wanneer je ogen dicht doet, dat je daar ook iemand bent. Net als dat je hier al rondloopt omdat je wakker bent. Net als dat je in dromen rondloopt omdat je aan het slapen bent. Moet je dat alle twee kunnen doen. Met ogen dicht, maar wel wakker zijn. Nou, echt de energie is echt gekhuis. Plak ik deze even erachteraan. Kijken of ik het niet verkeerd ga doen, dan deel ik hem wel niet. Iemand heb door alles wat er nu gebeurd is, wel even een paar dagen nagedacht of ze me wel of niet een berichtje zouden sturen. En meerdere mensen hebben me een berichtje gestuurd, hoor. Ik heb er een paar genegeerd. Een paar beantwoord. Maar ik zal deze kijken of ik hem kan beantwoorden. Ja, het is iemand die niet stoer wil doen of zo. Maar ik heb hem al natuurlijk gelezen. Het is wel het is iemand die niet boos is op me, maar wel echt in het emotieveld hangt. En wat ze eigenlijk allemaal doen is het emotieveld intrekken. Dat werkt niet echt. Dat is wat ze allemaal doen, waardoor ik eigenlijk nu al gewoon zie wat er gebeurt. Een zielig verhaal aan me vertellen. En eigenlijk ken ik het zielige verhaal al, want dat heb ik er al lang al uitgevist. Dus hebben mensen wel, heel veel mensen, een zielig verhaal. De laatste vertelde ik vertelde van iedereen moet maar die zielige verhalen aan me vertellen. Toen had je een Kevin Shelby. Die meteen, ja dat vind ik ook. Ik ga toch ook niet aan iedereen vertellen dat ik... Nou, die had dus ook zijn zielige verhaal en dat hoef ik ook niet hier te vertellen. Ja, dat ze die aan mij moeten geven, zodat ik dat het iets met mijn gevoelens doet. Maar het komt inderdaad bij mijn gevoelens, maar mijn geest zit bij mijn gevoelens. Dus vind ik wel, je bent niet de enige die deze dingen meemaakt en alleen is. De dood hoort bij het leven. En daarmee is het natuurlijk niet leuk of goed. Daarmee is het natuurlijk even goed zielig voor je. Maar ben je wel een grote meid en hoef je niet iemands hartje of zieltje te winnen door je zielige verhaaltje op te gooien. Eigenlijk had ik jou gematst. Volgens mij was dat ook wel duidelijk. Het zijn gewoon mensen die... als ze niet er eens zijn, dan doen ze wel hetzelfde als wat controlled oppositions in chats doen. En dat is de mensen opfokken. En als je door Chris laat opfokken en dan mee gaat doen. Ja, en ik eigenlijk dit ding al heel lang zeg en je gaat dat doen. Dan kan je de bruikbare idioot zijn. En dan ga ik me niet eens schuldig omvoelen dat jij dan die bruikbare idioot bent. Want je bent wel naar Chris aan het luisteren die een hele spirituele journey hebt gehad. En waarbij hij eigenlijk alles vertelt. Eigenlijk ook wat hij nu aan het doen is. Dat niks helpt en eigenlijk alleen maar bijdraagt aan de lage energieën. En in de lage energieën blijven hangen. Als je daaraan meedoet en geen control bent of geen control opposition of geen opposition of geen control opposition man, dan ben je een bruikbare idioot. En het is niet erg als niet iedereen hoeft spiritueel te zijn. En ik gaf in mijn vorige video ook al aan dat ik voor sommige mensen misschien de lat te hoog heb neergelegd. Jullie hebben allemaal geluisterd naar een channel master en daar waren jullie het allemaal mee eens. En nu zijn jullie het tegenovergestelde eens. En doen jullie het tegenovergestelde.
Dus dat is heel makkelijk om, vind ik ook, wanneer er iets gezegd wordt. Je daden laten dan zien. Wanneer, nu helemaal, wanneer je het ook eens bent. Mensen die gaan echt wakker worden. En dan heb ik het nu misschien gezegd en dat vond je dan niet leuk. Maar ook jij gaat wakker worden. Ik hoop dat je dan in de spiegel kan kijken als je echt bent. Dat je dan toch wel dingen in gaat zien. Het is niet dat ik mensen kwalijk neem dat ze niet op mijn niveau zitten, omdat ik verwacht dat hun... Ik heb dat in een video, mijn laatste live, uitgesproken, dat ik van sommige mensen dat verwacht. Mensen die spiritueel doen, mensen die channelen. Ja, mensen die daaromheen het allemaal niet snappen, maar wel blij roepen dat ze wakker zijn. Ondertussen bijdragen aan de negatieve energie in chats. Dan is het voor mij wel echt slaap verder. Dan ben je gewoon een slaapkop. Een hele bruikbare idioot. En om dingen aan te moeten kunnen kaarten, zullen er sommige mensen op hun teentjes getrapt worden. Zullen ze er wat van voelen. Ja, zoals ik ook al zei, als je de rabbit hole bent ingedoken, of je bent er dieper ingedoken, dan moet je blijven duiken en dat ik je daarop wijs. Daar kan je wat van voelen. En dat emotieveld, dat zorgt er dan wel voor dat je jezelf wil uiten. Maar de manier waarop dit gedaan wordt, deze chat, is het gewoon hetzelfde als hoe het 50 plus team bezig was. En het 50 plus team, wat ik opnoem, wat een profieletje had zonder foto's en zich voordeed als 50 plus. Daar had jij er gewoon één van kunnen zijn die deed alsof ze 50 plus was. En nu, met een profieletje van iemand die eruit ziet als 28... Dat het een beetje de spelletjes die gespeeld worden. Het is niet dat ik helderziend nog ben, maar ik begin wel bepaalde dingen te voelen. Er zijn gewoon een paar mensen die gaan echt diehard. Dat je dan op een lijstje staat, omdat je het emotieveld voelt tegelijk, maar het verstopt omdat je zogenaamd fan bent of zo. Terwijl ja, die dingen die worden steeds duidelijker dat je daarachter kan verstoppen. Mensen die dan na iets dat ik gezegd heb, of mensen die nog niet door hadden dat Chris mij een hele lap met tekst gestuurd had. Maar met zijn derde video volop aan het reageren zijn in de chat. En dan het dus expres doen als het team effort is. Maar anders echt belachelijk zijn. En dan is nu een chat sturen extra belachelijk. Ja, en het twijfelen wordt niet minder als je je hele levensverhaal aan me gaat vertellen. En mijn gevoelens doen het, hoor. Dus ik snap dat dat niet leuk is. Nee, je bent niet de enige die zo'n pad hebt gehad en... Er zijn mensen die het veel erger hebben. En soms is het helemaal niet erg. Als er weinig overblijft,
Dus jij die het weer kan laten groeien. Jij, nieuwe vrienden, je eigen familie kan je zelfs oprichten als je wil. Ja, ik snap dat corona mensen gek maakt, maar het heeft mij niet gek gemaakt. Ik heb nog steeds mezelf de normen. Maar ik heb gewoon geluk gehad dat ik die Witte Arena, de dingen heb gezien waardoor ik vanaf het begin af aan niet bang ben. Toen de mensen in de rij bij de coffeeshop stonden, was ik gewoon iedereen aan het knuffelen. Dat ze gewoon niet knettergek moeten gaan doen. En ze geloven wel in een ronde aarde, maar geloven niet in God. Kunnen niet erkennen dat ze een ziel hebben. Ja, er zijn heel veel neppe mensen. En het 50-plus team dat, zal ook een echt accountje hebben. Met hun echte foto's en hun echte vrienden. Ja, als je dat in gaat zetten. En mensen zijn geen slechte personen, maar mensen laten wel duiveltjes in zich stoppen. Mensen die, vind ik echt, mensen die in zo'n what the fuck show Chris' emoties op zich nemen. Ook zo gaan denken, ook zo gaan voelen en ook dat moeten droppen en daarmee de chat ook weer aan het versterken zijn. Ja, dan gebeurt het op beeld en gebeurt het in de chat. Dan hoeft iemand niet slecht te zijn, maar wel de slechte energieën die zijn naar binnen toe. Ja, en ik zeg elke keer al, hè, mensen die gewoon normaal kunnen doen. Ja, dan hou ik niet allemaal van de emoties die hier al bij gedropt moeten worden. Dat is niks nodig, het voegt niks toe en het verandert mijn mening niet. Ja, het is wel... Ik hoef niet iedereen te benoemen als ze gewoon met feedback komen of vragen hebben. Ik geef iedereen vanaf het begin af aan al voordeel van de twijfel. Uiteindelijk gaan mensen zelf dingen inkleuren. En als ik dan de kleurplaat laat zien, ja, dan heb ik het gedaan of zo. Maar, ja, ik ken geen angst en ik ben uit mijn comfortzone gestapt. En dat mensen zich ongemakkelijk voelen wanneer ik mijn zintuigen gebruik en mijn waarnemingen vertel. Zijn dat nog steeds jouw daden waar ik over praat? En... beoordeel ik je niet, of veroordeel ik je niet, ik beoordeel je wel juist. Maar ik veroordeel je niet, dat is niet mijn taak. Uiteindelijk staan het jouw emoties, die jou, die bent jezelf aan het veroordelen. Nou, dat is karma wat bij je draagt. Nou, als je echt bent, dan ga je zelf groeien in bewustzijn. En dan hoop ik dat je dit allemaal niet vergeet. En ook gewoon snap waar je mee bezig was. En ja. Mijn waarneming blijft doorgaan. Dus je kan wel komen met poppenkast. Maar iedereen krijgt voordeel van de twijfel. Zelfs bruikbare idioten.